Ik vraag me eigenlijk af, waarom hebt u ja gezegd op onze uitnodiging om mee te doen aan dit programma? Het is natuurlijk een enorme ijdeltuiterij om hier te gaan zitten. Een enorme ijdeltuiterij. Want ik ga hier een avond lang dingen laten zien die ik interessant vind. Dus de arrogantie dat je denkt dat mensen dat thuis dan ook interessant vinden. Ik vertel mijn vader is overleed toen ik 21 was. Hij heeft in het Jappenkamp gezeten. En dat was altijd een onderwerp. Als ik als die verhalen vertelde, wat ik net zei, hè, die. die prachtige anekdotes, dingen die hij had meegemaakt, dan ging het altijd over de positieve dingen. En Als ik probeerde hieraan te raken, dan, nee, ik niet over hebben. Hetzelfde, God van mijn, uh, mijn zusjes die in het kamp hadden gezeten, en uh, maar ook mijn moeder, die heeft de hongerwinter in Den Haag meegemaakt, ook een vreselijke tijd. Uh, mijn moeder is iemand die is nu 93, uh, die die nog steeds iedere dag met de toekomst bezig is. Droomt u nog wel eens van Rita Verdonk? <laughs> nee, ik heb uh... Nee, als ik zwaar getafeld heb, had ik er wel eens een nachtmerrie van, maar dat is heel lang geleden. We hebben gepraat, we hebben een paar hele lange diners gehad, euh, maar achteraf bezien had ik nog meer tijd moeten nemen om werkelijk vast te stellen: toen al dit gaat niet werken, maar uiteindelijk uh, is er niemand met meer verantwoordelijkheid dan u in dit land. Nou, even als u het zo zegt, dan is het de vraag of ik hier drie uur kan blijven zitten. Ik moet onmiddellijk aan de slag. Ja, misschien is dat ik weet het gewoon niet. In Nederland is macht zo verdeeld. Uh, we hebben coalitiecabinetten. Ik ik de afgelopen vier jaar heb ik zo'n oor gekregen van aan de telefoon zitten. We hadden geen meerderheid in de Eerste Kamer. We wilden al die hervormingen erdoor krijgen. Nou, dat betekent avond aan avond met mensen praten, aan de telefoon zitten, mensen stimuleren om te steunen. Dus de macht van vuist op tafel, dit gaan we doen, daar gaan we heen, die heb je als premier in Nederland niet. De man waar ik op dit moment uh, van vind dat hij, als hij aan de macht zou komen, Nederland de verkeerde kant op zou leiden. Uh, het negatieve in, het, het, het aanwakkeren van angst. Uh, en vooral ook wegloopt als hij verantwoordelijkheid neemt. Dat zou onze blonde vriend zijn, Geert Wilders. Kunt u zich voorstellen dat mensen nu vragen: als u in de sfeer in de Telegraaf zegt. Mm -hmm. iedere vezel in mijn lichaam verzet zich tegen samenwerking met Wilders. Wie zegt mm -hmm. dat u over zeven maanden niet met dit partijprogramma samen een deal maakt. en met hem een coalitie aangaat? Nou, met dit partijprogramma. Natuurlijk zeker niet, want u zei terecht dat het gaat tegen de rest staat op heel veel punten, en dat kan dus helemaal niet. Spijt, excuses en sorry zijn voor mij hetzelfde. En... Maar waarom is het voor Nederland dan zo moeilijk om bijvoorbeeld over het slavernijverleden om, om een excuus te maken? Uh, slavernijverleden, uh, daarvoor is mijn punt altijd geweest dat is 150 jaar geleden. Ik vind het, ik heb het altijd gratuit gevonden om te zeggen over iets wat 150 jaar geleden is gebeurd in die context, in die totaal andere situatie, om daarvoor excuses te maken. Uh, dus te zeggen, ja, die mensen toen hebben het fout gedaan. Uh, dat, 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 vind ik van een, dat vind ik vanwege dat grote tijdsverschil en het feit dat je die context van 150 jaar geleden nooit zo kunt wegen, vind ik onjuist. Primair primaire eerste gevoel is, la ze zelf op. Ga zelf terug naar Turkije. Pleur op, zou ik in plathaag zeggen. We hebben in Nederland het recht om te demonstreren. Daar maken zij gebruik van. We hebben ook persvrijheid. Deze mensen treden die persvrijheid. Treden ze, treden ze met voeten. En laat ik het dan maar misschien meer als minister-president zeggen. En echt klip en klaar. Onze verworvenheden, met onze verworvenheden, onze normen en waarden. Is het alles of niets? Het is geen cafetaria-model. Onze manier van leven. We hadden het net over homoseksualiteit. We, we hebben het in Nederland over man en vrouw. We hebben het over onze verworvenheden. Die voortkomen uit humanisme, uit verlichting. Die we in honderden jaren hebben opgebouwd. Als mensen van buiten komen. En niemand in Nederland is er misschien op die manier met dat gekke programma na, is er op tegen dat je vluchtelingen opvangt, met die aantallen beheersbaar zijn. De multiculturele samenleving, een woord wat ik haat. Echt haat. Het woord wat er vanuit gaat, laat iedereen maar een beetje zijn gang gaan. Het ergste wat ik in mijn baan heb meegemaakt, uh, en het, het leed staat, is dit in vergelijking met het leed van de nabestaanden, maar de, de verschrikkelijke ramp met vlucht MH17 en besluiten die we naam moesten nemen. Sturen wel of niet troepen? Uh, kunnen we daar dat gebied in? Kunnen we onze mensen uh, terughalen? Ik had dat beeld van smiddels voor ogen van die kolkende zaal in de buurt van Utrecht van woedende mensen. En toen is het die nacht is die trein gaan rijden. Dat is de eerste en tot nu toe enige keer in mijn baan dat ik echt gejankt heb. Toen ik s'nachts om vier uur werd gebeld door uh, Dick Schoof, nationaal coördinator terrorisme. En zei Mark die trein rijdt. Dus u neemt de telefoon op, u ligt alleen in uw bed? Ja, dat is zo'n moment. Dat is zo'n moment? Dat ik achteraf al eens dacht, oké, okay, ik snap wel als je een relatie hebt, dat dat misschien dan wel heel fijn is. Uh, kijk, het leven loopt zoals het loopt. Uh, ik ben er waar niet tegen gekomen. Uh, en wie weet. Maar nu in ieder geval niet. En uh, ik zei het net, inderdaad, nu we er zo over zitten te praten. Die MH17, hè, de, de nacht dat de trein ging rijden. Of andere momenten dat je het, ja... Heel zwaar, het gehad over dachten. is het ook wel eens lekker om even. Dat lijkt, me, dat, lijkt me, dat lijkt me het leuke van een relatie, natuurlijk. Hebt, hebt u wel eens een relatie gehad? Ja, niet dat we samenwonen. We zijn wel vriendinnen geweest, maar niet dat we echt samenwonen. En dat zijn altijd vriendinnen? Ja, ze nee, zijn geen vrienden. Nee, de, de, dat gerucht heb ik Wat, al eens eerder weer gesproken. Nou ja, daar wordt dus ja. heel veel over gesproken, van ja. of u eventueel ja. homoseksueel zou zijn. Ja, nou ja. ja, goed. Nee. Nee, Meneer Rutte, mag ik u bedanken? Wederzijds. Zeer veel dank dat u kwam.